En ik hoop dat jullie zullen genieten. Ook van het prachtige mooie weer. En bij Rijker staat erop, niet aaien. Nou ja, kijk, die heeft zo'n grote mond en dan ben je te schrikken al van de weg. Hey, hallo lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zaterdag. En het is 24 april. En het is 2:15 op mijn horloge. Ik ga zo lekker met de hondjes wandelen. En weer een lekkere grote wandeling. En jullie gaan lekker mee. Maar ik wens jullie natuurlijk als eerste een hartelijk liefdevol welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbroer. En ik hoop dat jullie zullen genieten. Ook van het prachtige mooie weer. Het is het mooi weer, daar gaan wij er ook van genieten met z'n drieën. Gandalf die is achter de deur. Dus die komt de straat nou niet op. En dan loopt hij achter me aan en dan kijk ik nog niet ver weg. Nee, althans ver weg, maar dan loopt hij achter me aan en dat wil ik niet. Nee. Niet de grote weg over, weet je, nee, dat wil ik absoluut niet hebben. Dus ik blijf lekker thuis. Die is dan boven. Ik heb mijn rollator al hier staan. Die staat er achter me klaar. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie gaan doen. Maar ook met ons, wat wij gaan doen. Ik zeg, tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, zoals jullie zien, weer mijn verschoningsshirtje aangetrokken. Want ja, ik had weer zo lopen te zweten, dat willen jullie niet weten. Nou, ik heb een hele grote wandeling met de dames gemaakt en ik ben over de markt teruggekomen. Het was druk. Ik kon amper eigenlijk mijn camera gaan pakken en gaan vloggen. Dat ging gewoon niet, nee. Ik had de dames kort, maar ik heb dat eerst bekeken van hoe kan ik dat hebben om kort te doen zonder ze in mijn handen te houden. Dat is gelukt, daar ben ik blij mee. En want die koppelring, die rode, die is lang genoeg dat ik daar die ring van er ook aan kan koppelen. Ja, dan zijn ze kort. Lopen ze pal naast me. Willen ze hun ophangen, nou dan moeten ze gaan trekken. Dat deden ze ook wel af en toe bij tijd en wijle. Ik zie, ja, je hangt jezelf op hoor, niet ik. Dan moet je me naast lopen. Maar op de markt heb ik eventjes snacks voor ze gehaald. Kippenpootjes en wat zei ik nou? Nou, ik ga het niet weer, oh jee. Iets met runderpens, ja. Die strips. Heb ik gehaald, 2 zakken, nou dat wordt me ook wel weer genoeg aan de prijs. Dus ik heb voorlopig ook wel genoeg voor hun, dat ze bekijken het maar. Het is nou weer zuinig aan, het is alleen nog wat er komen moet. Dat is nieuwe naambandjes, laat me zeggen. Voor op Elwing haar corset. En want we zijn bezig om Elwing een hulphond voor mij te maken. Daar ben ik mee bezig, weet je. Ik probeer dat en dat. Nou, komt een hulphond op te staan. Ja, het is mijn hulpdokkie. Ja, ja. En bij Rijker staat erop, niet aaien. Nou ja, kijk, die heeft zo'n grote mond en dan ben je te schrikken al van de weg. Ja, ze heeft wel een lief koppie. Ja, dat heeft ze zeker. Ja, maar het kan ook zo'n kringetje zijn. Ja! Nou, slecht nou eindelijk. En de ander legt, oh nee, die legt onder de stoel. Even de staart en de pootjes, in de kontje, in de ruggetjes te zien. De rest is weg. Nou ja, oké, ik heb een lekker bakje koffie voor me staan. Ik ga lekker even genieten en ik ga even wat voor mezelf doen. Nou, jullie merken het wel. Ik ben even wat, ik zak een beetje in. Komt doorlopen, maar het komt ook wel weer goed. Dus wat zal ik zeggen? Hou gewoon vol goede moed, lieve vrienden. Komt altijd goed. Met dit mooie weer helemaal. Dus ik kom er nou een beetje, wat moet ik zeggen? Het is niet bewolkt, maar het is ook niet blauw. Nee, daar wel.
het is een beetje sluierbewolking aan die kant. Ja, maar het maakt niet uit. Nee, ik kan de pret niet drukken. We gaan gewoon door. Maar ik ben een jat toch. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En ik vergeet jullie niet. Jullie zien we later nog wel. En dan spreken we elkaar weer. Doei!